Martinez, dat is jouw muziek, hè? Ja, ja. In Ultra. Of Ultra. In Miami. Hoe kijk jij hiernaar? Ja, ja, trots. Ja, gewoon eigenlijk... Dan denk ik van, het is een gek idee, want inderdaad, wat u zegt, ik zit hier op mijn slaapkamer en zeg maar 20, aan de andere kant van de wereld gaan er zeg maar 20.000 mensen los op mijn muziek. En Ultra is sowieso een heel groot, gerespecteerd festival. En ook nog eens gedraaid door een van de legends, zeg maar, de legendes in de scene, Playback Luke. Dus ja, dat niet te bevatten, eerlijk gezegd. Vorig jaar ben ik naar een muziekbeurs geweest in Utrecht. En ja, daar heb ik eigenlijk mijn muziek laten horen aan veel labels, waaronder dit label. En ja, ze waren zo enthousiast en ik was echt verrast door die reactie. Toen ben ik eigenlijk gewoon door gaan maken met muziek. En een tijdje later toen hebben ze me inderdaad gecontact van... we willen graag een samenwerking met je aangaan. Dus ja, dat is voor mij natuurlijk ja, heel ziek. Ja. En dan verdienen DJ's zoals Chesto, Armin van Buuren bakken met geld. Ben je er ook al mee bezig? Nou, eerlijk gezegd, geld speelt voor mij echt geen rol. Ik bedoel, ja, geld is voor mij gewoon een bijzaak. Dat is echt zo, ja. Het is leuk als je een beetje geld... Kijk, natuurlijk, de droom zou zijn om mijn geld ermee te verdienen. Maar ja, dat zou voor mij het mooiste zijn. Maar voor de rest, hoeveel het is, en dat maakt me helemaal niet uit. Nee.